Als hij die kant op loopt, dan heb ik hem. Potverdikke me, jongens. De jacht is geopend. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. En leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe rust. What the shit happened? Ik lig hier zomaar. En mijn muren. Al mijn fucking muren zijn weg. Nee, nee, nee. Zeg dat het niet waar is. Het is gewoon waar, hè. Het is gewoon waar. Oh my god. Stonden die muren geregistreerd op mijn ding? Nee, toch? Of wel? Ik ben echt compleet... Oh my god. Oké, dit slaapzakje pak ik wel weer even op. Want er is iets flink verkeerd gegaan, denk ik zo. Dit was niet helemaal de bedoeling. En dan zijn er ook van die klootzakjes die ook gewoon even nog zo'n trappetje ernaast moeten maken. Oh, man. Ik weet geen eens meer hoe ik nu naar beneden moet. Ik maak wel gebruik van die klootzakse trap. Oké, ik had kaaskroket trouwens eventjes gesproken. Oh, kijk, daar zullen we hem hebben. Haha. Ik had kaaskroket eventjes gesproken en die heeft dit allemaal voor me geregeld. Wat een top, man. Wat een top, man. Link staat in de beschrijving van zijn kanaal. Is een idee. Ik denk, ik ga mijn slaapzakje. Ik doe hem hier ook, hoor. Ik doe hem hier ook. Oh, dit is niet zo goed. Dit, ja, het is wel goed dat we nog leven, maar het is niet zo goed dat alles weg is. Dus even kijken. Wat zit hier op? Een lasersight. Geinig. Maar niet helemaal wat we willen. Wat zit hier op? Een flashlight. Wat zit hierbij? Pickaxes, blueprints. Welp, ik denk dat we heel even wat shit moeten gaan verzamelen. Alhoewel, we hebben hier heel veel hout en relatief wat metal fragments. Maar het is niet genoeg. Dus ik denk dat ik maar met de bolt action rifle aan de gang ga. En dan neem ik ook even een paar kogeltjes mee. En dan gaan we maar even heel wat spul verzamelen. Want we hebben niks meer. Kleding neem ik niet mee. Dat lijkt me iets te gevaarlijk. Oké, let's get out of here. Nou. Oké, we hebben voornamelijk metalen nodig. Dus we moeten eigenlijk op zoek gaan naar metaaltjes. Het is klaarlichtdag. Er zijn op het moment van opname 20 mensen op de server. Dus dat kan nog wel eens interessant gaan worden. Ik bedoel, ik zet mijn lasersight zet ik wel eventjes uit. Want anders zien ze me van afstand al aankomen. En dat is eigenlijk iets wat ik wil vermijden. Want ik wil eigenlijk heel sneaky zijn. Ja, dan is het hele nut van een lasersight is weg. Maar ik denk dat ik hem niet nodig heb. Oké, maar we hebben ook leer nodig van beren. Om dus Kevlar te maken. Dat kan ook nog wel eens een issue worden. Oké, ik doe nu gewoon me voor alsof ik een noobje ben. En dat ik gewoon een beetje op zoek ben naar materialen. Want ik draag niks, dus ik zie er relatief naakt uit. Dat is de misleiding die ik mensen probeer aan te smeren. En vervolgens trek ik dan mijn wapen eruit en dan een... Bing, 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 bing. Dat is een beetje het idee wat we gaan doen. Of het gaat werken? Ah, vast niet. Maar we kunnen er wel leuke scenario's mee creëren. En als ze dat niet... als ik het dan niet win, dan ga ik wel Let It Go zingen van Frozen of zo. Alhoewel, ik ken er maar twee zinnetjes van, dus dat zal ook niet echt opschieten. Ik moet zeggen, het is bijzonder druk hier bij Small Radiation, jongen. Het is bijzonder druk. Er staat hier een fucking bonfire bovenop een huisje. Overal huisjes. Ik heb geen idee wat hier gaande is. Ik hoor geen enkele schot. Dus het is waarschijnlijk eventjes een vredig momentje. Nou, daar ga ik dan eventjes gebruik van maken door gewoon eventjes lekker alle steentjes te minen. Oké, ik heb nu het wonderbaarlijk leuke idee om even Small Radiation in te gaan lopen. Dit zou waarschijnlijk niet het beste idee zijn, maar hey, om een beetje spanning te creëren, om het een beetje leuk te houden voor jou en ik. Jij en mij, jij en ik, je moeder en mijn moeder hebben er totaal niks mee te maken. Hé, een kistje. Oh, die is leeg. Ah, dat was wel te... Oké, deze is gewoon letterlijk opengebroken of zoiets. Wel een leuk metaal hockey, maar hij is een beetje open. Oké, nu dus eigenlijk het plan. Ja, dat ligt een steen die ik zo direct wil pakken. Maar nu het plan, zal ik mijn wapen in mijn handjes houden als ik hier naar binnen loop? Ja of nee? Of zal ik gewoon naakt rondlopen, doen alsof er niks aan de hand is? Kom ik een persoon tegen? Hopen dat hij me niet nadert. Een strategie gebaseerd op hoop. En dat zijn altijd de falende strategietjes. Dus ik hou mijn wapentje wel gewoon gereed en dan hoop ik dat het goed komt. Hallo, hoe is het met jou? Goed. Nu ben je dood. Verdomme. De hoopstrategie, het werkt. Snel, neem alles mee en maak dat je wegkomt. Oké, where do we go now? Die bom steekt. Haha, fuck game, meneer. Sorry, man. Maar ik ben even op een moordlustige tour of zoiets. Ik weet niet, man. Ik probeer mijn eigen reet gewoon te verdedigen. Ik hoop dat hij dat wel begrijpt. Wat? Waarom staat er nou een kistje in de weg? En gewoon een kwaadaardig persoon heeft gewoon een kistje in de weg gestopt. Dat is echt vervelend. Uitermate vervelend. Ik maak het even duidelijk. What the fucking shit. Dit is echt niet cool. Waarom doet een persoon dit?
Oh, valt eigenlijk reuze mee. Ik kan er zo langs lopen. Oké, we hebben nu een soort vantage point, zoals dat heet. Dat je een beetje een uitzichtpuntje hebt. Ik ben druk om me heen aan het kijken. Ik zie er wel een rugzakje liggen die me wel een beetje aanspreekt. Dus ik ga even kijken wat erin zit. Een steen. Nou, jippie. We kunnen ook weer eens een bezoekje brengen aan het huisje van de fruitjongens. Dus even kijken of de fruitjongens aanwezig zijn. Ik weet niet, ik loop nu wel erg arrogant met mijn wapentje en dergelijke. Dus ik weet niet of dat zo'n goed plan is. Oh, dit is leuk. Een beetje gebrek aan muurtjes, maar het is wel leuk. Wiens huisje was dit origineel? Ik weet niet, ik kan dit ook als een soort valstrik gebruiken. Als een soort mousetrap, zoals dat heet. Dan kan je als het ware mensen lokken door gewoon hier te zitten. Maar dan wel natuurlijk verstopt op te stellen. En zodra mensen dit dan checken, zoals ik dat nu doe, dan eigenlijk gewoon tevoorschijn komen. En dan blam, 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 blam. En dan schiet je ze dood. Of ja, iets in die geest. Oh man, dit is echt een mooie vantage point. Hier zou ik eigenlijk nog wel eventjes willen zitten. Oh, ik weet hoe een trappiesysteempje nu werkt. Het is echt heel vernuftig, zit het in elkaar. Maar het is wel te doen. Dat is het punt. Alleen mensen die zeg maar niet al te goed kunnen parcouren, die zullen al gauw naar beneden vallen. Maar dit is al compleet weggeroofd. Mensen zijn hier niet meer aanwezig, joh. Oh, kijk, dat is interessant. Waar zal hij droppen? Oh my god. Oké, dat is relatief dichtbij. I'm going for it. Benoem me maar als een idioot, maar ik ga het doen. Ik wil die spulletjes hebben. Go, 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 go. Ik hoor ook niemand in de chat die zegt airdrop, airdrop. Ik zeg, oh nee, wacht, fuck, daar loopt er een. Die was mis. Verdomme, die had raak moeten zijn. Oké, hij gaat ook naar de airdrop. Anders volg ik hem gewoon, joh. Maar hij weet nu dat ik hem opjaag. Oh, hier ligt een persoon. Nou, die is geen dreiging. Dit wordt eventjes doorrennen. Die persoon heeft een beer achter zich aan. En ook een persoon met een geweer achter zich aan. Ah, ik zie hem lopen. Oké, hij is ook nog steeds aan het lopen. En die wolf staat achter hem aan. Doe je een bandage? Doe je een bandage? Ze zijn aan het praten. Waar de hel zijn ze? Ze zijn hier ergens. Ik heb het gevoel dat ze achter deze steen zijn. En ze horen mijn voetstapjes, dat moet wel. Oh, mijn hart gaat tekeer, jongens. Hier was toch ook ergens die airdrop? Oh, jongens. Ik word er even een momentje stil van. Waar de verdomd was die airdrop? Ik ben vergeten waar de airdrops... Oh shit, daar zit er een. Ik ga nog niet schieten. Oh god, die man lagt. Ik heb hem in zijn been geraakt. In zijn been. Hij zit waarschijnlijk nu te schuilen achter die steen. Of hij rent er als een malle vandoor. Ja, hij rent er als een malle vandoor. Fucking hell. Oh, daar is hij. Sta stil, jongen. Ik heb het gevoel dat die mis was. Als hij die kant op loopt, dan heb ik hem. Wat verdikke me, jongens. De jacht is geopend. Heel leuk dat deze slaapzakjes hier zijn. Het interesseert me eigenlijk vrij weinig. Hij zou hier ergens moeten zijn. En als het goed is, had hij geen wapen bij zich. Of is hij doodgebloed? Dat kan natuurlijk ook. Nee, daar loopt hij. Verdomme. Serieus, dit is echt moeilijk mikken. Ik denk dat ik hem niet geraakt heb. You win this time, sir. You win this time. Ik kon hem helaas niet goed genoeg raken. Het is een beetje lastig om in te schatten waar ik nou moet schieten voor die persoon. Maar ja, whatevs. We hebben nog genoeg kogels over. En heel veel mensen die wilden afspreken bij Small Radiation. Daar kan ik op zich ook wel naartoe. Alleen dan moet ik wel een beetje verdedigend gaan opstellen. Aangezien ik heb een bolt action rifle. En een bolt action rifle houdt in dat bij elk schot moet je klik-klik zoals je hoogstwaarschijnlijk hebt gezien. Dus ik kan niet zomaar gaan... Oh shit, er loopt iemand. Hij had Kevlar aan. Ik zag dat hij een groen broekje aan had. Misschien hoort hij bij dat metalen huisje daar. Oké, dat zijn twee personen. Oké, die gaan richting Small Radiation geloof ik. Ik ga ze wel achterna. Maar dan neem ik eventjes de tijd. Oh, de beertjes zitten al achter me aan. Snel verstoppen. Kijken of ik hem vanaf hier kan raken. Dat hoorden ze. Gaat dit vuurgevecht zich goed aflopen? Je ziet het in de volgende rustaflevering. Elke donderdag en zaterdag om 8 uur 's avonds komt er een nieuwe aflevering. Dus graag tot de volgende keer.